Hoi lieve lieverts, lieve tweelingzielen, lieve divine feminines of misschien een divine masculine. Welkom bij de video voor de super nieuwe maan in weegschaal die 16 oktober 2020 aan de hemel staat in de avond. We zien de nieuwe maan niet, want de nieuwe maan is altijd donker. En de avond voor de nieuwe maan is altijd de donkere maan. Dus deze twee dagen, de donkere maan en dat is dus morgen 15 oktober en de nieuwe maan, zijn altijd twee hele intensieve dagen aan heling, want de energie is dan op haar laagst. Dus dat betekent dat dat echt de periode is van reflectie en naar binnen trekken en met jezelf bezig zijn. En Mercurius in retrograde draagt daar ook nog eens een keer aan bij. Mercurius is namelijk de planeet van de communicatie. Dus dat betekent dat we nu heel erg geduwd worden. Sinds 13 oktober is die in vertraging gaan lopen. Wat betekent dat we echt onder de loep mogen nemen hoe we nou communiceren met onszelf. Met onze hogere zelf. En dat betekent in hoeverre we nou liefde toelaten. Een hoge energetische vibratie, frequentie. In hoeverre staan we dat onszelf toe. Waardoor we ons dus goed voelen. Dat herhaalt zich in ons leven door het herhalen van patronen, door verslavingen, door overtuigingen die lage energetische frequentie hebben. En de supernieuwe maan in weegschaal gaat ons daarin weer een sprong geven in dat nieuwe begin. We hebben 3 supernieuwe manen op een rij. De maand oktober, de maand november en de maand september begon de eerste supernieuwe maan. Dus op 15 november is de laatste in de reeks van 3. En dat betekent dat we echt na die 3 supernieuwe manen echt de sprong kunnen gaan nemen, ons mega grote supernieuwe begin in. Ik voel bijvoorbeeld al heel sterk voor een hele lange tijd dat ik deze herfst echt eraan toe ben om fulltime in een bus te gaan wonen. Het is echt al mijn droom sinds eeuwen. En ik heb ook echt zo'n... Ik doe nu zo, maar hij staat daar. Zo'n Volkswagen bus heb ik. Echt zo'n flauwe powerbus, heerlijk. Ik moet hem eigenlijk in mijn paal wachten. Blijf hangen hoor, blijf hangen. Ja, daar ben ik weer. Zo. Mijn hondje Kwappa die denkt, wat gaan we doen? Die stelde de hele tijd te wachten van, nou gaat er nog wat gebeuren met mijn leven? Want ik verveel me dood hier binnen. Voor zo'n hond is het natuurlijk ook veel fijner om gewoon buiten te leven. Komt hij aan? Vanaf die kant komt hij aan. Wacht even. Trot, 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 trot. Ja! Daar is die. Daar is die. Met krachtige panda. Love, love, vos, olifant. Nou, kan het nog beter. Ook hebben we ook even gedacht komen zeggen. Ja, wat is dat, hè? Kom maar kijken, schat. Kijken. Ja, de camera. Wil je de camera kijken? Nee. Er zit niks in. Nee. Gitaar erop. Nou, dat is toch fantastisch. En deze heb ik ook al een hele tijd. Heb ik ooit toegestuurd gekregen van een hele mooie ziel. Die ik geholpen heb in haar proces. 1-op-1 sessie mee gedaan. Echt super gaaf. En dit is echt mijn grote droom. Gewoon Volkswagen met surfplank. En gaan met die banaan. En iedere herfst vindt daarvan weer manifestatie plaats op het medicijnwiel. Ik werk met het Inca medicijnwiel als sjamaan. Dat heb ik eerst onbewust gedaan. Dat ben ik uiteindelijk meer gaan ontleden en dat doe ik dus nu bewust. Dus ik heel, heel bewust mee en ik leef heel bewust mee met dus de maanstanden, met de maanenergie en dus de seizoenen van het medicijnwiel. De planeten horen daarbij, de totemdieren waar ik mee samenwerk van het medicijnwiel. En dat doe ik heel bewust, waardoor ik dus weet, waardoor ik zie. En dat zijn de krachten van een sjamaan, de krachten van een ziener. Echt die innerlijke visie, die innerlijke wijsheid. En dat doe ik dus aan de hand van het medicijnwiel. Nou, er begint deze herfst ook het medicijnwieljaarprogramma, waarin ik dit wat ik zelf heb geleerd ook aan anderen ga leren.
En onderdeel daarvan is dat ik jou ga leren hoe je een harmonieuze relatie met je tweelingziel kunt manifesteren in jouw buitenwereld. En dat doe je dus door harmonie binnenin jou te manifesteren. Komt daar meer informatie over beschikbaar. Vragen jullie je misschien af, heb jij een harmonieuze relatie met je tweelingziel? Op dit moment bevindt hij zich in de Alpen. Is hij helemaal, heeft hij er nu echt voor gekozen om dus op zichzelf te gaan wonen. Nadat hij 3 jaar in beweging is geweest. En ik ben nu op precies datzelfde punt aangekomen. Ik ga er binnenkort daar meer over vertellen. Meer inzichten over mijn eigen reis. Maar ook meer inzichten over mijn tijdlijn. Hoe dat tussen ons is gegaan. En hoe ik er dus voor heb gezorgd. Met mijn eigen zielsmissie, met het starten van mijn eigen bedrijf als sjamaan. Dat hij nu ook deze cyclus er klaar voor gaat zijn om dat ook in zijn buitenwereld te gaan doen. En daarvoor is hij nu in voorbereiding doordat hij zich heeft teruggetrokken in de Alpen. En dat betekent dat hij heeft gezegd, oké, geef het me maar, de inzichten spirit. Zeg het me maar. En dit heeft heel lang geduurd. Voordat hij op dit punt kwam. En daar heb ik hard voor gewerkt. Hè? Mijn innerlijke werk heb ik daarvoor gedaan. En dat betekent niet eens zozeer dat ik alleen maar met hem bezig ben geweest. Hè? Dat is ook een misverstand wat nog heel erg in het collectief heerst. Dat we de ander zouden moeten helpen om te ontwaken. En dat is dus absoluut niet het geval. Dat doen we door onszelf te helen. Dat is de spiegel. Dan ga ik steeds meer ook op dit kanaal, ga ik daar ook steeds meer over vertellen. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, hè, dan druk even op abonneren. Wat is mijn vinger buiten het scherm? Hier zo, abonneren op het belletje. En dan je kan je zeggen op aan en dan krijg je aanmelding. Als ik weer zo hilarische, sommige nuttige woorden spreek. En dan kan je me volgen. Dan krijg je melding. Ping. Daar is Avalon weer. Met een grimpelde voorhoofd. Ja, jammer hè. Als je dan op een gegeven moment 35 wordt, dan moet je toch wat meer zo een beetje de boel strak blijven trekken. Maar om nou die video op deze manier te doen, vind ik ook weer zo. Goed. Zullen we anders gewoon gaan kijken wat het tarot ons te vertellen heeft? Mij op social media volgen kan met de links hier beneden. Onder de video. Je kunt je daar ook aanmelden voor de masterclass en live questions and answers en woombrieten. Nou, het is een hele mond vol. Op 16 oktober is de supernieuwe maan. Tijdens iedere nieuwe maan en iedere volle maan geef ik een live masterclass via Zoom. Daarbij kan ik jullie allemaal zien. Hoeft niet per se, je kan je camera ook uitzetten. Maar het is juist heel mooi als ik je kan zien, want ik krijg tijdens die masterclass ook boodschappen door van overleden dierbaren van de deelnemsters. Zijn alleen maar vrouwen. Dus het kan dus zo zijn dat een van jouw overleden dierbaren bij mij zich meldt om met jou contact te maken. Om een boodschap voor jouw zielsmissie aan jou door te geven. En dat gebeurt dus ook tijdens de Zoom-uitzending. Naast de informatie die ik jou verstrek over de tweelingzielenreis. Dat wordt nog even doorgegeven. Je overleden dierbare die komt bij jou om soul retrieval te laten plaatsvinden. Dus wanneer jouw overleden dierbare door mij heen als kanaal tegen jou kan spreken, dan vindt er bij jullie allebei weer een stukje heling plaats. Dus misschien heb jij wel moeite met het verwerken van een overlijden van een dierbare of het verwerken van een trauma wat je daarvan hebt. Ik zal even kijken welke. Ja, hier ben je. Gypsy Life. It's just a matter of time. Voordat ik weer in mijn busje ga. Piriet. Prachtige hartvorm ook. Heb ik niet zo uitgekozen. En Piriet is een hele krachtige edelsteen. Die ons helpt bij het verwerken van een trauma. Bij het verwerken van verdriet. Ten aanzien van een overleden dierbare. En die ons ook helpt om ons kanaal meer te openen. Om met de ander te kunnen communiceren. Maar dat kan dus ook via mij hè, tijdens zo'n Zoom-sessie. Ik wil niet altijd zeggen dat bij iedereen dat naar voren komt. Dat heeft er helemaal mee te maken wie zich op dat moment bij mij meldt. Daarnaast geef ik je informatie over de tweelingzielenreis. Dus dat betekent dat ik meer vertel over hoe de masculine en de feminine energie werken ten opzichte van elkaar binnenin onszelf.
En het onderwerp van deze en hoe je dus harmonie kunt manifesteren. Eenheid tussen die twee. En daarmee ook eenheid in je buitenwereld met je tweelingziel. Het onderwerp van deze masterclass van 16 oktober is communicatie. Met Mercurius in retrograde is dat een heel mooi onderwerp om het nu te behandelen. Omdat dat lessen zijn die we dus waar je inzichten in kunt krijgen tijdens deze masterclass voor jezelf. Wat je dus kunt gaan integreren voor jouw tweelingzielenreis om een betere communicatie met jouw tweelingziel te krijgen. Zo heb ik echt tijdens iedere Mercurius in retrograde daar diep intens innerlijk werk voor verricht. En zijn wij dus echt van af en toe is eerst helemaal geen contact, alleen maar Facebook, af en toe een like of noem maar op. Toen een appje, vervolgens naar voice messages, vervolgens zelfs uiteindelijk naar een Zoom call, 2 keer achter elkaar. Uit het niets! Terwijl we in de buitenwereld bijna geen contact met elkaar hebben gehad. Dus dat is dat gaan ontstaan vanuit onze eigen binnenwereld. En daar vertel ik je meer over tijdens de masterclass. En dus ook over, hij appt me niet terug. Of waarom, of zij appt me niet terug. Hè? Waarom hoor ik niks? Vindt de ander me wel leuk? Waarom is de communicatie zo slecht tussen ons? De ander heeft me geblokkeerd op WhatsApp of op Facebook. Dat zijn allemaal onderdelen van de communicatie met jouw eigen hogere zelf. Dus daar ga ik je meer over vertellen. En hoe meer je erover leert, hoe meer begrip je krijgt. En hoe meer je dat gaat integreren zelf in je eigen leven. Ook ten opzichte van de ander. He, dus niet steeds maar reageren, maar ook in observatie gaan. Van je eigen gedachten, je eigen patronen, de kracht van de sjamaan. Dan een moment om vragen te stellen. En aan het einde maken we een shamanistische reis gezamenlijk, waarin er een baarmoederheling bij jou plaatsvindt. En dat is echt een heling in de connectie tussen jou en jouw masculine energie. De heling van jouw feminine en jouw masculine energie. En jouw baarmoedergebied is het gebied van creatie. En dat betekent dat al het nieuwe, alles vanuit de natuur wil ontstaan vanuit dat gebied. De kaart die ineens in mijn visie omhoog popt is de Ten of Swords van de tarot. Nou, dit is wel een beetje een heftig eind. Zo, wat deze man aan zijn eind is gekomen. Volgens mij heeft hij ook... Heeft hij nog vingers? Ja, hij heeft nog wel al zijn vingers. Het leek even alsof hij zei... Drie! Ik heb maar 3 vingers. Deze kaart vertelt ons het getal 10, allereerste maand oktober. Dus dat betekent dat we in de maand oktober echt voor een shamanistische dood staan. Ieder jaar met het medicijnwiel vindt er in de herfst weer een shamanistische dood en wedergeboorte plaats. En we moeten gewoon eerst een oud deel van onszelf laten afsterven, voordat we pas een nieuw begin kunnen manifesteren. Als ik de hele tijd zou blijven hechten aan alle materie die ik hier om me heen heb en mijn appartement, dan ga ik nooit in een bus wonen. Maar dan is mijn energieveld er ook niet klaar voor. Dus ik ben op dit moment verschrikkelijk aan het minimaliseren. Ik heb al weinig. Ik leef uit 3 tassen. Ik ben geëmigreerd naar Fuerteventura vorig jaar november. 19 november wel te verstaan. En de cyclus herhaalt zich ieder jaar in de herfst. Dus dat betekent dat deze herfst met de volle oogstmaan heb jij inzichten kunnen krijgen. De volle oogstmaan was op 1 oktober dit jaar. En dat betekent dat jij dus heel sterk hebt mogen inzien wat je achter je moet laten. En dat heb je tijdens alle Mercurius in retrogrades van dit jaar ook al te zien gekregen als spiegel naar jezelf. En dit is het moment, de maand oktober is het moment om dat te gaan integreren. Om dus die shamanistische dood te gaan sterven. En als je nou zegt van, ik heb geen idee waar het mensen het over heeft. Shamanistische dood? Heb ik allemaal dingen aan mijn spiegels gekregen? Dingen omhoog? Ja, ik ben er helemaal totaal niet van bewust. Dat kan. Hè? En doe dan echt vooral mee aan de masterclasses met die baarmoederhelingen. Om meer jouw bewustzijn ervan te openen. En helemaal deze, hè, om dus die communicatie bij jezelf meer te gaan openen. De supernieuwe manen om jouzelf het nieuwe begin te gaan geven. En ook ga kijken, het staat nog niet online, maar wanneer het online staat, en volg me op social media naar het Medicijnwiel jaarprogramma. Want daarin ga je dit leren. We gaan dus in een jaar tijd
in 13 nieuwe maanden tijd jouw shamanistische dood en wedergeboorte doorlopen. Dus dat oude delen van jezelf gaan daarmee echt afsterven, zodat je buitenwereld mee kan shiften. En daar is de maand oktober voor. De maand oktober is 1 en 0 en dat is de maand van het verkrijgen van inzichten. Dus zolang wij nu nog in die maand oktober zitten, zegt Spirit eigenlijk, we willen dat je meer gaat loslaten. We willen dat jullie meer gaan loslaten. Dus er gaan nog meer dingen omhoog komen. Helemaal tijdens deze Mercurius in retrograde. Dus wacht af voordat je helemaal in de actie wilt schieten met misschien een nieuw programma wat je wilt starten. Of weet ik veel wat. Voor mij geldt het dus ook. En daarom hebben de programma's ook vertraging opgelopen. De nieuwe programma's, zowel het Vind Jouw Spirit programma als het Medicijn Wild Jaar programma. Het Vind Jouw Spirit programma zou eigenlijk op 15 november starten. Maar dat halen we dus niet. Omdat Spirit heeft gezegd, op de rem. Pas wanneer Mercurius in retrograde is afgelopen, heb je alle inzichten verkregen die wij jou willen geven. En heb je pas alles rond kunnen maken voor je nieuwe website. En kan dat dus pas allemaal online gaan. Dus ga mee met die collectieve energie. En dat betekent dat je gewoon mag loslaten. Want wat Spirit wil met die nul, is dat je gaat creëren vanuit dat nulpunt. En dat is ieder jaar weer opnieuw. Dus alles wat jij denkt te weten over jezelf en over je leven en over jouw relatie met je tweelingziel, daarvan zegt Spirit. Zo dacht ik dus voor echt een hele lange tijd. Oh, ik ga met mijn tweelingziel ga ik een bus bouwen. Nou, dat is eventjes totaal anders gebleken. Daar ga ik nog meer over vertellen. Daar ga ik denk ik even een blog over schrijven, want anders wordt deze video wel heel erg lang. Ook een beetje spannend niet. Mijn dagboekverhalen kun je volgen ook met de link hieronder via mijn blogpagina's. Maar volg me vooral op social media. Ik heb op Facebook Avalon Shamaan. Zo heet ik ook op Instagram Avalon.Shamaan. Je kunt ook de Vind Jouw Spirit / Academie volgen op Instagram. Links vind je hieronder. Of word lid van de Tweelingzielentarot Facebookgroep. Of gewoon en natuurlijk. Vind ik superleuk. En je kan me zelfs volgen op mijn privépagina, Avalon van Vliet. Vind ik ook hartstikke leuk. Die achternaam, dat ga ik binnenkort met veranderen voor Avalon Shamaan. En in de Tweelingzielentarot Facebookgroep vind je ook iedere dag van een andere beheerder een tarotlegging. Nou, dit is wat heel leuk. Oké, okay, de zwaarde is het element lucht. Dus de zwaarde staat voor onze mentale beleving, voor de wereld van onze geest, voor de wereld van onze gedachten. Zolang wij zelf alles denken te kunnen bedenken in ons leven, wat dus ook voor de masculine energie heel erg kenmerkend is, wanneer je een hele sterke masculine energie hebt, dus bijvoorbeeld een luchtelement bent, of luchtelement is echt het mentale, dan ben je heel veel met je brein bezig, heel veel met overdenken, heel veel met nieuwe ideeën. Maar daarvan zegt Spirit dus, let it go. Ik kan bijvoorbeeld, ik ben een waterman, ik kan de hele dag door alleen maar creëren. Oh, nieuw idee. En Spirit zegt op een gegeven moment, let it go. Je moet ook gewoon kunnen genieten. Je moet ook gewoon los kunnen laten. En mijn tweelingziel bijvoorbeeld, die overdenkt heel erg veel. Zijn naam is Anthony. Ik ga er niet van uit dat hij deze video kijkt. Maar, en hij kan het toch niet verstaan. Maar zijn naam natuurlijk wel. Maar goed. He, dus dit is dus echt oké. Ook voor hem geldt dit dus. Hij gaat ook mee in het collectief. Daar is hij zich misschien niet bewust van. Maar hij gaat er ook in mee dat hij ook een shamanistische dood moet gaan sterven. Helemaal omdat zijn missie als shamaan nu echt naar de oppervlakte aan het komen is. Nou, ook weer een kaart wat omhoog komt. Is ook niet echt leuk om te schudden of zo. Hè? Is de King of Cups. Dat is de vader van de emotie. En dat betekent, de vader van de emotie betekent onze masculine energie. Wat normaal een hele rationele energie is, gaat dus meer in de emotie terechtkomen. Dus dat betekent dat wij binnenin onszelf, jij als Divine Feminine, dus als vrouw zijnde. En het kan ook zo zijn dat jij een man bent met een hele feminine energie. Dan ga je dus dit meer in jezelf de ruimte geven. Dus de man in jou mag meer emotioneel zijn. En dat betekent dat de man in jouw buitenwereld, als dat als spiegel jouw tweelingziel is, ook meer emotioneel van zichzelf mag zijn. En dat betekent dat er dus meer ruimte wordt gegeven aan het innerlijke kind, aan de passies, aan
aan het huilen misschien wel als man zijn. Er heerst zo'n taboe op dat mannen geen emoties mogen hebben. Gevoel niet mogen uiten. Hè, niet kwetsbaar mogen zijn. En dat gaat heel groots in het collectief nu veranderen. Ik heb ook wel eens de vraag gekregen. Ben ik de Italiaan? Ja, wat heb ik een kastpantje? Volgens mij heb ik deze grap al eerder gemaakt. Ik weet het niet. Ik heb ook eens een keer de vraag, of heel vaak krijg ik de vraag. Hè, en je kan dus vragen ook stellen hè, tijdens die live masterclasses. Ik krijg vaak de vraag, weet ik gewoon niet meer wat ik nou wilde zeggen. Het is toch te erg voor woorden. Kom op nou, spirit. Oh ja, ik krijg vaak de vraag, zo mooi, als je even vraagt, dan komt het antwoord ook gewoon weer even binnen. Want dan gaat je hart weer open. Nu snel voordat je het weer vergeet, Avalon. Ik krijg vaak de vraag waarom de vrouw al het werk moet doen, hoor ik dan. Waarom moet wij al het werk doen? En waarom ontwaakt de vrouw eerst en de man daarna? En dat heeft er volledig mee te maken met hoe de vrouw heelt in energie. Dit mannetje laat ik even rusten. Hoe de vrouw heelt in energie is anders dan de man. Vrouwen zijn over het algemeen meer emotioneel en beter verbonden met de energie van grootmoeder maan. En dat betekent dat zij eerder en sneller in beweging kunnen worden gebracht. Zich sneller bewust raken. Wanneer de vrouwen de balans in zichzelf herstellen, ontwaakt de masculine energie. Dus dat betekent, ontwaakt de masculine, hè, de tweelingziel in hun buitenwereld. En dat doe jij dus door die beweging binnen in jouzelf in energie te maken. Want jullie zijn als tweelingzielen onlosmakelijk in energie met elkaar verbonden. En wanneer jij kunt gaan leren hoe jij je gedachten hè, in de Inca-staat kunt krijgen. Hè, we hebben onze gedachten als reptiele brein. Dat is de staat dat wij alleen maar kijken naar onze buitenwereld. Wat is er in onze buitenwereld te zien? En daar... Daar gaan we vanuit, daar geloven we in. Ja, want nou ja, hè, dat gaat heus niet veranderen, want ik zie nog niks. Of eerst zien en dan geloven. Dat is reptiele brein. En als je dat herkent in jezelf, doe dan echt mee aan die masterclasses. Hè? En ga kijken naar het Medicijn Wiljaarprogramma. Want daarin ga ik je brein echt, je perspectief verschuiven. En zelfs hè, je hele breingebied, je prefrontale cortex gaat openen daardoor. Je gaat meer mindful worden. Aanwezig hè, in het hier en nu, zonder al die oordelen naar jezelf en ook naar anderen. En dan ga je dus van een reptiele brein naar de Inca-staat. En de Inca-staat betekent dat je door de buitenlaag heen gaat leren kijken. En dat is de spirit-dimensie. Dus je gaat echt de kracht van de shamaan, even zitten zo, in jezelf ontwaken. En die spirit-dimensie is dus de Inca-staat hè, van de Inca-shamanen. En dat is ook wat ik onderwijs. Ik doe even een zandetje aansteken. Dat is het Inca-shamanisme. En het Inca-shamanisme beheerst de gehele leer van de divine feminine energie en de divine masculine energie. Dus dat is de tweelingzielenleer waar het Inca-shamanisme over gaat. Dat wordt niet met zoveel woorden nog overal gezegd door anderen die dit misschien overspreken. Maar dat is dus bij mij terechtgekomen als mijn unieke zielsmissie om dat dus te gaan onderwijzen. Want dat is dus de tweelingzielenleer. En dat heb ik dus ook moeten leren. En dat heb ik dus de afgelopen 2 jaar sinds mijn ontwaken. Echt mijn ontwaken. Dat was de eerste keer dat ik met een overleden dierbare in gesprek kwam. April 2018. Is dat zich gaan openen bij mij en is mijn reptiele brein meer naar de Inca-staat gegaan. En ben ik dus gaan leren met de begeleiding 1-op-1 vanuit de spiritwereld. Met de voorouders, mijn eigen overleden dierbaren, totemdieren, noem maar op. Om echt bewust te gaan werken met het medicijnbion. Oké, dan willen de romantische engelen nog iets tegen ons zeggen. Dus jouw supernieuwe begin. Hij staat in weegschaal, de supernieuwe maan. Daar ga ik je tijdens de masterclass ook nog even wat meer over vertellen. Weegschaal is dus toevallig het sterrenbeeld van mijn tweelingziel. Maar is de planeet hè, van de balans. Feminine en masculine energie.
En tijdens de masterclass ga ik jou nog in meer diepgang vertellen wat weegschaal gaat bewegen in het collectief aan energies. Ook een luchtelement. Geef uiting aan je liefde vooruit en maak een romantisch gebaar. En deze kaart zegt naar jouzelf. Uiting geven aan de liefde betekent dat wat zit er verstopt in jouw onderbewustzijn? Wat zit er nog in jouw buikgebied aan pijn? Hè? En wat zit er aan passie? Wat zit er aan talenten in jouw onderbewustzijn allemaal verstopt? Hè? Dat er misschien heel ver diep van binnen voel je van, nou ja, schrijven vind ik leuk. Maar wat is dan het onderliggende talent? He, wil je een boek gaan schrijven? Ben je een dichter? Dat zit allemaal al in jouw energie. He, we hebben allemaal een Viracocha. Dat is een achtste chakra. Die zit buiten ons. Nou, ik doe nu zo eventjes. Maar die zit dus purp, zo buiten het scherm, buiten het energieveld. Buiten ons fysieke veld, fysieke lichaam. Maar wel nog in ons energieveld. En in die Viracocha zit al onze kennis van onze vorige levens. Dus tijdens iedere masterclass open ik voor jou meer jouw Viracocha. Zodat jouw talenten terug kunnen komen, kunnen versterken. Ja, jouw godinnenkracht weer gaat activeren. Meer compassie, hè, meer uiting zult gaan geven aan de liefde voor jouzelf. Jouw relatie met jezelf zal gaan veranderen. En dat zal dus, bij iedereen kan dat verschillen. Dat kan gaan van naar meer gezond eten, stoppen met verslavingen, met roken misschien wel. Hè, ik ben gestopt met roken, ik ben gestopt met alcohol drinken. Ik zeg niet dat dat allemaal voor jou moet gebeuren. Maar wel als jij al diep van binnen steeds die triggers daarvoor hebt gekregen. En steeds voelt van ja, daar moet iets anders in. Dat betekent dat jij jezelf daarmee blijft saboteren. Hè, en dat jij daardoor ook geen goede flow in je leven kunt krijgen. En dat opent zich allemaal tijdens de masterclasses. Hè? En binnenkort komt er meer informatie, ook bekend over het Vind Jouw Spirit programma en het Medicijn Miljaar programma. En ook dus over hoe dat dus gaat in combinatie met de masterclass en hoe je daaraan kunt gaan deelnemen. Geef uiting aan je liefde. Wat ook nu omhoog komt, is wanneer jij uiting gaat geven aan de liefde voor jezelf. Een nieuwe maan in weegschaal. Weegschaal is verbonden aan de planeet Venus. En dat is de godin van de liefde. Wanneer in de Griekse mythologie. Dus wanneer jij daar meer uiting aan gaat geven. Gaat jouw tweelingziel er ook meer uiting aan geven naar zichzelf. En uiteindelijk dus ook weer in spiegel naar jou. Want je kunt niet iemand anders liefhebben wanneer je jezelf niet kunt liefhebben. Dan lach ik, zie zo in mijn ogen, ik zie zo. Misschien horen jullie het. Mijn hondje buiten met een deken. Rang. Zit het, ja, als man niet meer wil spelen, moet ik ergens mijn energie in kwijt. Ook een mooie boodschap dus. Zet de bank op. Met die deken de bank op. Ook een mooie boodschap. Geef uiting aan je liefde. En dat betekent dat je moet een uitlaatklep hebben. En ik merk aan mezelf bijvoorbeeld dat ik al zo lang geduwd word om te gaan sporten. Maar iedere keer doe ik het gewoon op de een of andere manier niet. Er zit iedere keer zo'n drempel. En dat zit nog in mijn buikgebied. En dat maak ik dus tijdens iedere masterclass. En baarmoederinwijding of zegening. Baarmoederinwijding doen we tijdens de nieuwe maan. Dat is de 13e rite van de Moon Eye Key. Daarover kun je ook meer informatie lezen op mijn website. Vindjouwspirit.nl En die op dit moment overigens onder constructie is. Dus mocht een bepaalde link niet werken, dan weet je waarom. Mercurius in retrograde. Maar wanneer je dus die pijn vasthoudt in je buikgebied. En dat maak ik dus iedere maanreis maak ik dat schoon voor ons. Zodat we meer ruimte daar krijgen. En onze masculine meer ruimte krijgt om de juiste actie te ondernemen. Waaronder dus ook sporten. Want met sporten laat je los. Dus je moet echt uiting geven aan dus die energie. Oké. En wat ook nog omhoog komt. De partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. Dit kan de ware zijn. Dus het kan zijn dat jij die deze video kijkt jezelf afvraagt. Is nou diegene van wie ik denk dat het mijn tweelingziel is? Of heb ik mijn tweelingziel al ontmoet? Dan zegt deze kaart dus ja, je hebt je tweelingziel al ontmoet. En degene van wie jij denkt dat het je tweelingziel is, is ook jouw tweelingziel. En ik pak nu de truth deck, get your truth. En de eerste kaart die in me omhoog komt is, they are watching your social media.
Mooi. Ik heb me de laatste partijen ook afgevraagd van, zou die nog met me bezig zijn? Zou die me in de gaten houden? Nou, they are looking at your social media. Dus dat is een bevestiging dus dat spirit zegt ja. Zij zijn met je bezig, maar probeer je daar wel van te distancieren. Kijk, uiteindelijk is het de bedoeling om als ziel onafhankelijk en zelfstandig te zijn. Dat is de hele tweelingzielenreis. Dus tuurlijk mag je het leuk vinden wanneer de ander jou leuk vindt. Maar wanneer wij ons daaraan hechten, als dat we het super belangrijk vinden dat de ander ons dus leuk vindt, dan frustreren we onze eigen heling en onze hartheling. En daarvan is het dus belangrijk dat wij iedere hechting aan welk gevoel dan ook, geluk is ook een emotie. Dus geluk gaat ook zo en zo en zo en zo. Want op één moment voel je je goed, maar wanneer er een bepaalde planeetstand is, kun je je juist weer helemaal niet goed voelen. En je helemaal je geluksgevoel niet terug kunnen vinden. Dus probeer niet te veel te hechten aan die bepaalde gevoelens. Dat je telkens probeert om diezelfde situatie voor jezelf te creëren. He, wat ook een mooie spiegel naar het hele collectief is, een mooie boodschap, is dat doen wij dus door dus te blijven overdenken. Daarin voelen we ons veilig. En dat is de gebonden masculine energie. Een overwerkte ratio. Ratio is masculine energie, dat is adelaar. En dat is de profetie van de Quero-Indianen. En condor is feminine energie, dat is onze intuïtie. Dus dat mogen we meer gaan versterken. En dat doen dus de shamanistische reizen. Hè? De baarmoederhelings die je krijgt tijdens de masterclasses. Voor het hele collectief. Die feminine energie versterken in ons. In deze mannenwereld waar we in leven. Deze masculine wereld. Deze harde wereld. Die feminine energie. Waardoor dus jouw intuïtie versterkt. En jij daardoor meer in de flow terechtkomt. En jij je intuïtie gaat volgen. En daarin de stappen ook gaat nemen. Home changes, zegt deze. Home changes. Dat betekent dat deze herfst, en misschien heb jij daar het getal 7. Vertel mij in de maand juli mogelijk. Heb jij daar al voorproefjes van gekregen mogelijk? Van dat je bepaalde dingen op je pad hebt gekregen. Of misschien bepaalde dingen bent gaan uitzoeken. Nou kan het zijn dat je bezig bent geweest met iets wat verder in jouw toekomst ligt. Hè? Ieder jaar dus weer in de herfst kan er een home change plaatsvinden. Omdat je in een nieuwe cyclus bent om dat te manifesteren. Maar Spirit zegt hier in ieder geval mee dat nee. 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 Ze heeft nu het goede kussen te pakken. Dat gaat niet gebeuren. Dus aandacht vragen. Hè? Dat doen kindjes. Nee, guapa. Nee, je weet dat dat niet mag van mama. Nee. Hoor je de snuiven? Nou, mama, ik wil aandacht. Ja, ik kan je hier schoon nemen. Je bent te groot inmiddels, mijn kind. Kom maar even kijken. Even kijken. Even kijken of ik je even kan laten zien. Kom maar eens even kijken dan, schatje. Even kijken. Hallo. Wil ik het je geven? Nee, mama, ik wil helemaal aandacht van jou. En ze kan niet meedoen. Ja, oké, schat. Mama komt zo bij je. Ja. Niet meer met het kussen, hè? Nee. Oké, dat was even dat. Terug naar de home changes. Dat betekent dus, wat ik heel sterk doorkrijg, is dat jij misschien heel erg de behoefte hebt kunnen voelen. Auw, dat even pijn zo. Dat je in de natuur wilt wonen. Meer in de natuur wilt wonen. Spirit zegt, ja, deze herfst voor jou. Afhankelijk van waar jij bent op het medicijnwiel. Hè? Op het moment dat jouw zaden niet voldoende water hebben gekregen. Dus je wel het verlangen hebt gevoeld, maar er niet voldoende mee hebt gedaan. Dus niet voldoende de stappen hebt genomen. Dus jouw masculine energie in actie hebt gezet. Hè? En dat helen we dus tijdens de... Tijdens de... Ik ga het straks afpakken. Video beëindigen, afpakken. Straffen. Nee, ga niet straffen. Honden kennen helemaal niet het verschil tussen goed en kwaad. Is ook iets voor ons om te weten. Kennen we het verschil dus niet. Maar dan kan het dus zo zijn dat het nog een cyclus duurt. Dus dat betekent dan dat je niet mogelijk niet dit jaar gaat verhuizen in de herfst. Maar dan is dat volgend jaar in de herfst. En zo werkt het ook met het manifesteren van de harmonieuze relatie met je tweelingziel. Dus wanneer jij daar met je innerlijk werk deze cyclus nog niet aan toe bent, dan betekent het dat het nog een cyclus kan duren. En dat gaan we dus doen met het medicijnwiel jaarprogramma. Om jullie in harmonie te krijgen. Want dat is belangrijk. Want wanneer de tweelingzielen in harmonie komen met elkaar, dan versterk je je krachten.
Hè? En dan betekent het dus dat je samen kunt gaan werken. En dat je veel meer heling kunt gaan brengen naar moeder aarde. En tuurlijk mag de ander gewoon bijdragen aan jouw geluksgevoel. Hè? Als je er niet afhankelijk van bent, is dat alleen maar super natuurlijk. Ik krijg een draak omhoog. Ik ga eens even kijken. Ja, die zit helemaal in de doos hier. Die zit helemaal in de doos. Dan hoorde ik Spirit zeggen dat je je maar beter moet voorbereiden. Oké. Okay. Even kijken, we gaan even de drapenenergie erbij pakken. Nou, eigenlijk zit het ook weer niet zo ver in de dood. Oké. Okay. De laatste kaart. Air and Water Dragon helps you to connect to higher frequencies. Trust your intuition. Develop your psychic abilities. Be open to enlightenment. Express your inner song. Dit is echt een super mooie kaart. Want wat deze kaart zegt, de kleur groen is echt hartheling, nieuwe maan in weegschaal. Air and Water zijn tegenpolen van elkaar. Dus wat deze draak zegt, is dat het heel belangrijk is om niet alleen maar in de lucht te zitten met je gedachten, maar dus naar je buikgebied te gaan verschuiven. Want daar zitten je emoties. Hè? Daar zit het water. Daar tril je. En wanneer je daarmee kunt gaan werken, met dus heel veel met het waterelement, ga je dus je pad meer openen en je intuïtie versterken. En dus ook vertrouw op die intuïtie. Neem die stappen. Hè? Beweeg vooruit. Onderneem die actie. Hè? En als je dus... Het is mooi, want het speeltje waar ze mee speelt is een uil. Zo mooi. Vandaag kwam uil ook in de leggingen naar boven. Ik doe ook op de Vind Your Spirit Academie Instagram doe ik een legging. Spirit spreekt, Avalon preekt. En daar kwam totemdier uil omhoog. Dat is mijn totemdier al vanaf het moment dat ik geboren werd. Van mijn indianenleven. Geïncarneerd werd, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Geïncarneren. Gedropt werd hier op adem. Pop! Doe het maar even zo. Totemdier uil helpt ons met het versterken van onze innerlijke wijsheid. Met het varen op onze eigen wijsheid. Op onze eigen kracht. He, kijk ook op mijn Instagram van de Vind Your Spirit Academie. Wat de boodschap van uil is. Daar staat een wat meer uitgebreidere boodschap die uil ons heeft meegegeven. En als jij wil samenwerken met de kracht van uil. Dan uil. Dat is zo moeilijk. Uil. Dat is een bal. Uil. Ook deze grap heb ik al een keer eerder gemaakt. Want dit woord blijft ook terugkomen. Dan vind je hier ook onder in de link een. Of onder de video vind je een link naar de shamanistische audioreis. Om samen te leren werken met totemdier uil. Dus dan kun je dus de kracht van uil in jouw energieveld versterken. Dus misschien heb je al meerdere keren een uil op je pad gekregen. Dan betekent dat uil met jou wil samenwerken. En dat doe ik voor jou, hè, daar help ik jou bij middels de shamanistische audioreis. Dus je vindt er ook meer krachtdieren en totemdieren. En er gaan binnenkort nog veel meer totemdieren en krachtdieren bijkomen voor jou om mee samen te werken. De audio's krijg jij, ontvang je in je mailbox en die kun je gewoon onbeperkt beluisteren. Vooralsnog hoor ik. Oké, nou ik weet niet wat de verandering in gaat komen, maar ik denk het niet. Die kun je gewoon lekker onbeperkt beluisteren voor hoever de status quo nu is. En dat betekent dat je met hen dus iedere keer weer kunt gaan samenwerken. En die kracht binnen in jezelf kunt gaan versterken. Draak zegt ook hè, vanuit vorige levens, wanneer drakenenergie op je pad komt, betekent dat je dat innerlijke vuur binnen in jezelf mag gaan aanwakkeren. Express your inner song. Hè, betekent... Zing jouw eigen lied. Onze wereld is mooi. Spannend, schitterend, stralend. Aladdin is echt mijn favoriete film. Ondertussen denk ik een spuugje erbij. Oké, lieverd. Dat was het weer voor vandaag. De Cactus Show komt omhoog. Meneer Cactus, kennen we die nog? Jan Rens of zo. Ook volgens mij failliet gegaan. Dat weet ik ook allemaal niet eigenlijk. Lieverds, dikke kus en tot snel. En heel graag tot ziens tijdens de masterclass.